Je eet een appel of iets anders. Met je tanden bijt je de appel in stukjes. Dan gaan de stukjes naar de slokdarm. Het voedsel valt in de maag. De maag maakt sap. Het voedsel schuift naar de dunne darm en naar de dikke darm. Het lichaam haalt energie en vitaminen uit het voedsel. Nadien moet je naar het wc. De boterhammen in mijn mond, waar gaan die naartoe? Het verteren van je voedsel begint als je het in je mond stopt. De tanden maken het kleiner. Het zakt verder door je slokdarm naar je maag. De sappen in je maag vermengen zich met het voedsel. Het wordt een sapje en gaat zo naar je dunne darm. De goede stoffen worden naar je bloed gebracht. De vielstoffen gaan door naar je dikke darm. Ze komen dan als je een kakje naar buiten. Als je op een koekje kauwt, dan komt dit in je keel. De brokjes gaan van de slokdarm in de maag. Daar wordt alles dikke pap. Alles gaat dan naar de dunne darm, dan naar de dikke darm. Ons lichaam haalt vitaminen en energie uit het voedsel. Wat we niet nodig hebben, wordt kakken. Wat is een scheetje? Het scheetje is een beetje lucht die door je mond mee naar je maag gaat. Als je kaka doet, gaat het weer mee naar het toilet. Soms gebeurt het eerder. Dat is een scheetje.